Michel, hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ik kijk terug op de wedstrijd met een glimlach. We zijn 18e geworden. Ik ben tevreden. Beste 24 gehaald. Dus ja, tevreden op het team, tevreden op de dag. Ja, positief. Super teamprestatie. Hier en daar een klein foutje, maar volgens mij hebben we rond de 95% gehit. 95% uitgetund, dus het is gewoon super gegaan. Hoe belangrijk was dit WK? Ja, op zich nog niet heel belangrijk, omdat je gaat wel van als je naar de Spelen wil en het zou hier er nu al echt om hangen of je wel of niet bij de 24 zou zijn, dan zou het wel heel moeilijk worden om naar de Spelen te gaan. Dus het was wel redelijk belangrijk, maar nog niet zo belangrijk als volgend jaar. Dan moet je echt de top 16 halen. De sfeer binnen het team was echt top. Ik heb echt mijn long uit mijn lijf geschreeuwd. Op een gegeven moment kon ik niet meer, mijn stem dat sloeg over. Van hoog naar laag, dus ja, echt super. En wat biedt deze prestatie voor perspectief voor volgend jaar? Nou ja, ik denk als we nu 18e worden, 19e, dat is gewoon super. Want de landen die nu onder ons zitten, 3-4 landen, dat scheelt gewoon echt maximaal 2-3 punten. Dus je weet gewoon dat je daar heel dichtbij zit. Ik ben nog niet lichamelijk helemaal 100%. Bart is natuurlijk geblesseerd. Dus ja, je kan nog echt wel heel veel stappen maken. Ik denk dat je in de Glasgow zomaar eens 7-8 punten meer kan halen, minimaal. Zeg zelf al even, ik ben nog niet 100% fit. Leg eens uit. Ja, 2013 de podiumtraining in Moskou. Toen bij mijn vierde sprong volgens mij scheurde ik bij het Chukara dubbelsprong scheurde ik mijn voorste kruisband af van mijn rechterknie. Dus dat is gewoon, ja, ik ben nu eigenlijk, we zijn nu oktober, ik ben nu eigenlijk pas 2 maanden weer echt vol aan het vloeren en springen. Dus dat is gewoon, dan weet je gewoon dat nog niet lang genoeg is om echt een goede score voor het team neer te zetten. Hoe bijzonder was het om hier weer te kunnen staan? Het was super bijzonder. Ik heb een lange tijd heb ik zelf uitgelegen. En het heeft me zeker gemotiveerd om nu weer te mogen turnen op een WK. Waarom lag je eruit? Ik heb mijn arm gebroken. En toen moest ik weer geopereerd worden daardoor. En na een hele lange revalidatieperiode gehad. En op een gegeven moment dan ga je twijfelen. Ga ik nou wel door of ga ik nou niet door? Maar uiteindelijk heb ik verkozen om door te gaan en tot 2016 sowieso door te gaan. In eerste instantie was je een reserve voor dit team. Hoe is het dan om toch hier te mogen staan? Ja, het is toch wel heel fijn. Ik bedoel, op de tribune zitten of turnen is toch wel heel anders. En nu heb je ook echt. Nu ging ik hier ook echt een van, ik ga echt turnen. En als je dan reserve was, ja, dan zit je toch maar op de tribune. Maar uiteindelijk hebben ze gekozen voor het team wat het veiligst is, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En nu is dat in het nadeel van Jure en volgende keer kan het in het nadeel zijn van iemand anders. Dat ligt er helemaal aan hoe fit iedereen is, maar toch ben ik wel erg blij dat ik heb mogen turnen, ja. Hoe was de sfeer binnen in het team? Ja, echt super. Ik heb dit nog nooit meegemaakt qua sfeer. Ik voelde echt wel dat we een team waren en iedereen wou zijn oefening uitturnen voor elkaar. Niet eens voor zichzelf alleen, gewoon echt voor het team. Dus ik heb deze sfeer nog nooit meegemaakt.